We staan hier voor het Shell hoofdkantoor. We vinden dat Shell eens een keer een einde moet komen aan hun imperium. Dus daarom hebben we een sloopkogel meegenomen. Ja, mooi. We zijn toen op de mensen ingereden en gaan slaan, omdat ze dus ons tegen willen houden om iets aan het kapitaal te doen. Ja. Zie je, we hadden gisteren nog even een vergaderingje en dan hoor je dat in Zweden, Duitsland, hele allemaal steden overal dingen aan het doen zijn. Ja. Ik denk dat er veel meer nodig is dan deze acties. Want als je nou uiteindelijk kijkt van wat doen we hier nou eigenlijk, het is toch symbolisch. Denk niet dat je dit klimaatprobleem kan wegstemmen met je portemonnee. Het is gewoon afgelopen om als een consument te denken de wereld te kunnen veranderen. Ja, kijk. We hebben systeemverandering nodig. En hoe kunnen mensen daar een bijdrage? Ja, je kan natuurlijk heel veel doen. Van telefoontjes naar politici gaan doen, brieven schrijven, petities, demonstraties, protesten, acties, directe acties, sabotage. Ja, je kan van alles doen. Maar het is denk ik. Ik vind. Heel belangrijk om te bedenken, er is nog hoop, weet je wel. We moeten keihard werken, maar we kunnen het fixen. En we kunnen het zoveel mooier maken dan wat het was. Maar we moeten het wel samen doen en niet alleen.